Goedenavond allemaal. Welkom dat jullie er zijn. Ik zie een paar nieuwe gezichten. Die de vorige college hebben gemist. Die staat inmiddels wel online, had ik begrepen van Jelle. Ik zal heel even kort recappen van waar we het vorige week over hebben gehad. Afgelopen week hebben we het gehad over zeg maar, display advertising van goh, wat is het nou? Wat valt er wel onder display advertising en wat niet? Daar hebben we ook gekeken naar verschillende formaten. Daarna zijn we vervolgens gaan kijken naar doelstellingen voor display advertising. Welke doelstellingen zijn er? En hebben we ook gezien dat er een spanningsveld is tussen marketing en sales. Vervolgens de overwegingen voor de inzet van display advertising bekeken. En ook gekeken naar, waarom geen tv of radio, waarom wel display? Of hoe kunnen we mediatypen samenvoegen zodat er eigenlijk een soort van synergie ontstaat en ze elkaar versterken? We hebben ook gekeken naar de verschillende targeting opties die er mogelijk zijn met display advertising. En die targeting opties die hebben we dan eigenlijk ook weer nodig om zeg maar, de relevantie van de reclame voor de persoon te versterken. En tot slot hebben we nog even kort gekeken naar de markt. Hoeveel geld gaat er in die markt om? En hebben we ook eigenlijk kunnen zien van dat groeit heel hard. Dus de perspectieven zijn hartstikke goed. Kort voor het programma van vandaag. Vandaag gaan we kijken naar inkoop. Het stuk inkoop van display advertising. We kijken naar hoe de markt is georganiseerd. En vooral dat stuk laat zien dat er eigenlijk een heleboel aan het veranderen is op dit moment. En daarna gaan we nog kijken naar de waardebepaling van display advertising. Van goh, we kopen display in, maar wat levert het ons eigenlijk op? Hoe moeten we dat zeg maar zien? Oké, we starten met het stuk inkoop. Allereerst de afrekenmodellen. Even praktisch. Er zijn een aantal verschillende afrekenmodellen om te betalen voor de displayuitingen die we op het net zetten. Het meest gangbare is de kost per mil of de CPM. Ik weet niet of jullie daar ooit al een keer toevallig van gehoord hebben. De kosten per duizend vertoningen dus. Daarnaast hebben we de kost per klik, dus dan betaal je alleen maar op het moment dat er iemand op een banner heeft geklikt. De kost per view, andere, heeft eigenlijk meer te maken met video, of er een video is gezien of niet. Dan hebben we nog de kost per action. Nou, eigenlijk valt er hier van alles onder, ik heb het even achter elkaar gezet, download engagement. Het is eigenlijk dat je gaat betalen op het moment dat iemand iets daadwerkelijk heeft gedaan. Kijk, op het moment dat jij betaalt voor een engagement, dan is er in eerste instantie bijvoorbeeld een uiting te zien waarin een stukje getriggerd wordt met de communicatieboodschap dat wanneer je je muis eroverheen beweegt, dan klapt die open. Dan ben je al bezig met engagement. Kortom, dan gaan ze vanuit dat je actief en bewust aandacht hebt voor de communicatieboodschap. Op basis daarvan kan je ook betalen. Dan hebben we verder nog kost per lead. Kost per order, kost per sale, nou ja, het is eigenlijk allemaal een beetje potnat. Dan verwacht je dus dat mensen een brochure gaan downloaden, dan zijn ze daadwerkelijk dus een warme lead voor je, waar je aan kan verkopen. Sale, dan word je al, dan is er al verkocht. Is er ook nog zoiets als fixed, dus dat je van tevoren met een uitgever overeenkomt dat je een week, een maand, vast op een bepaalde plek op zijn website staat en daar blijf je dan ook staan. Dus gewoon non-stop, 24 uur per dag. Hybride, dat is eigenlijk gewoon een combinatie. Dus je kan zeggen van wij willen een bepaalde mate van performance realiseren. En laten we beginnen met bijvoorbeeld een lage CPM en dan kijken van rendeert die campagne? En dan ga je kijken van, wat is vervolgens de kosten per lead?
kan ik daar mijn eit, ja of nee? Dan gaan we die prijs, gaan we daarop verder. En zo niet, dan kun je ermee stoppen bijvoorbeeld. Dan het inkoopproces. Het inkoopproces, zoals ik dat nu heel even ga behandelen, is zoals het eigenlijk al heel lang gegolden heeft. Dat is echt nog een beetje de traditionele manier. Ik wil ook niet zeggen dat het nu niet meer gebeurt, maar door de veranderingen die jullie straks gaan zien, merken jullie wel dat het speelveld helemaal aan het veranderen is. Traditioneel was de inkoop, dan kwamen we bij een uitgever. Nou, zo'n uitgever kon of één website hebben, maar kon ook een hele range aan websites hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, Marktplaats. Marktplaats heeft één website en dat is dan hetgeen wat zij exploiteren. En dat doen ze ook heel goed. Als je nou gaat kijken naar een uitgeverij als Sanoma. Sanoma die heeft heel veel websites onder zich. Dat waren er echt, dat ging over de 100. Dus de laatste tijd eigenlijk door allerlei ontwikkelingen ook weer flink afgekalfd. Dus nu doen ze het wel met stukken minder. Maar ze hebben nog steeds heel veel titels. En die titels, net als bij hun printbladen, die zijn dan gesegmenteerd ook weer op voeding. Op jonge ouders, op vrouwenbladen, mannenbladen, automotive. En zo is dat helemaal gecategoriseerd. Zo heb je eigenlijk ook nog daarnaast een soort spelers, wat zeg maar voor uitgevers, die bijvoorbeeld één of laat een paar websites hebben, die voor een heleboel verschillende van dat soort kleine uitgevers, zeg maar, de hele exploitatie op zich nemen, bundelen. Saleshouses. Dat zijn advertentienetwerken die juist door al die kleine partijen zeg maar te bundelen de boel veel aantrekkelijker kunnen opschalen voor die uitgevers, zodat zij er ook van kunnen profiteren. Anders moeten ze zelf een hele salesafdeling opzetten. Dat kost allemaal heel veel tijd, kost helemaal heel veel geld ook, mensen, et cetera. Op het moment dat wij zeg maar, met die exploitanten in conclave gingen van joh, wij willen graag bij jullie posities inkopen, dan was het dat we of konden zeggen van ja, we willen eigenlijk over jullie hele netwerk heen banneren. En dat heeft dan eigenlijk te maken voor adverteerders die zeg maar een hele brede doelgroep hebben. Als je doelgroep 18 plus is en de campagne is echt meer actiematig, dan zou je dat gewoon bijna in heel Nederland willen laten zien. Dus dan maak je vaak gebruik van de run-off network, noemen ze dat. En dat heeft eigenlijk weer als gevolg dat doordat je heel weinig niet kieskeurig bent, zeg maar, dat je een veel lagere prijs betaalt als wanneer je bijvoorbeeld een channel inkoopt. Want dat was ook iets wat we deden vervolgens. Als we dan een specifieke campagne hadden over, laten we het eens gaan over Grand Italia, voeding, pasta's. Ja, als we een brandingcampagne wilden voeren, dan zeiden we van ja, weet je, het is allemaal wel leuk om op Telegraaf te gaan staan of om op computerwereld te staan. Maar daar schieten we niks mee op, want het is niet relevant. Wij zitten liever in de buurt van voedsel, waar het over eten, koken, et cetera gaat. Dus dan kan je inkopen op een run-off channel. Dat betekent dus dat je eigenlijk al de hele beschikbare aantal websites gaat downsizen. Als je nog specifieker wil inkopen, op een specifieke site wil staan, om een bepaalde reden, dan run-off site is ook weer een stuk duurder. En ze kun je er ook zelfs nog voor kiezen dus om op een hele specifieke pagina te gaan staan. Of op een hele specifieke positie. Dat betaal je eigenlijk de hoofdprijs. Weet ook dat bijvoorbeeld voor een adverteerder als Capgemini. Dan weet een zakelijke titel als Computable of de automatiseringsgids van goh, ja, weet je, dat is een adverteerder. Die sluit precies aan bij de doelgroep die ik ook behandel. Dan weet je al dat als jij dan op zo'n site wil staan, dan gaan ze echt wel voor een hoge prijs. En dat heeft gewoon bij hun, zij weten ook donders goed van, joh, weet je, daar zit voor ons de meerwaarde. Is wel eens lullig, want dat merkten we aan de achterkant, dat als we daar zo voor
een automobielfabrikant, die zeg maar ook op ICT'ers, die vaak in leaseauto's rijden. Als die dan op zijn website wilde staan, ja, dan kon je die prijs veel makkelijker naar beneden krijgen. Dus dat is, het is een heel apart spel. Nou, dan zit je eigenlijk, wat wij als mediabureau moeten doen of als vertegenwoordiger van een adverteerder, is gewoon onderhandelen. Onderhandelen over de prijs. Nou, dat doe je enerzijds natuurlijk met volume. Daarnaast kijken ze natuurlijk van, joh, wat voor budgetten heb je? Hoe meer budget, hoe makkelijker te onderhandelen wordt. En wat we dan vervolgens deden, was de afspraak die we maakten vastleggen. Dus echt, er werden contracten ondertekend. We willen bij de Telegraaf willen we voor 10.000 euro voor een campagne van 2 weken willen we inkopen. En dan vervolgens gingen we naar Sanoma, 20.000 euro voor diezelfde 2 weken inkopen. En dat zijn dus contracten waar je in principe gewoon niet onderuit kan. Er zit een krabbel onder, zij hebben hun inkomsten veiliggesteld en wij hebben onze inventory veiliggesteld. Dus wij krijgen in plaats daarvoor, krijgen wij gegarandeerde levering van een aantal vertoningen. Gebeurt het wel eens dat ze dat niet konden leveren, want het blijft soms dan wel koffiedik kijken. Hoe gaat het websitebezoek zeg maar in de toekomst lopen? Hoeveel adverteerden ze melden zich voor die website aan? Dus soms dat kwam je wel eens verkeerd uit, maar dan werd de inventory zeg maar meegenomen naar een toekomstige campagne. Of je werd gecrediteerd. Wat betreft de optimalisatiemogelijkheden, want als je dan die campagne aan het voeren was en je keek naar ja, wat voor respons kwam er, heeft dit de resultaten opgeleverd die wij verwachten? En dan zaten er soms plaatsingen tussen waar je denkt van ja, daar ben ik niet helemaal happy mee, dat gaat niet helemaal goed, zeker niet vergeleken met partij die. Ja, dan ging je kijken van, joh, wat kunnen we nog meer bij diezelfde adverteerder? Je kan dus niet weg van die adverteerder, want de pot met geld die ligt er al. En dat is dus eigenlijk een manier van werken. Nou, zeker vanaf de tijd dat ik erin begon, in 2006. Die heel erg gangbaar was en waarin nu dus echt wel verandering in zitten. Maar nog steeds gedaan wordt op het moment dat we echt met brandingcampagnes bezig zijn. Dus echt met, als we zeker willen zijn van waar we staan, wanneer we daar staan, dan moeten we het nog via die kant doen. De markt. De markt die is sterk aan het evolueren, zoals ik eigenlijk al aangaf. Ik zal jullie een kort filmpje laten zien waarin dat wordt duidelijk gemaakt. Dit is dus een heel plaatje van hoe het op dit moment is georganiseerd. Niet dat die heel veel overzichtelijk is geworden. Maar er zit heel veel technologie in. Buiten het feit dat natuurlijk nu alle niet verkochte bannerimpressies aan de voorkant worden doorgesluist naar één grote marktplaats. Ter beschikking voor iedereen. Blijven ook die netwerken nog daarnaast lopen. En die netwerken, die publishers, die een deel van de publishers maar vertegenwoordigen, die gingen zelf ook vervolgens op die exchange zitten bieden en dat vervolgens weer zitten doorverkopen. Dus ja, je moest ook wel heel erg oppassen om niet aan alle kanten beduveld te worden en ook om te kijken dat je wel slim en efficiënt bezig bent. Wat betreft deze trading desk vanuit een bureau. Een mediabureau in principe was een intermediair tussen een adverteerder en een mediapartij om tot een goede prijs te komen. Wat het mediabureau daarvoor in plaats deed, was zeg maar gewoon advies geven, communicatieadvies. Welke kanalen moet je gaan inzetten, wanneer moet je gaan zitten, inzetten, hoe ga je ze inzetten. Dus wij waren echt op zoek naar touchpoints en om een bepaalde meerwaarde en goede effecten te creëren. En de betaling daarvan die kwam eigenlijk uit, dat had ik nog niet genoemd, is een 15% commissie. Dat geldt voor mediabureaus in Nederland op het moment dat wij bij RTL, bij De Ster, Sanoma, als we daar direct gaan inkopen, krijgen wij als bureau 15% commissie. En van daaruit zouden mediabureaus zeg maar, betaald moeten worden voor het werk wat ze leveren. Dus die korting. Ja, die verdient zichzelf dan terug, is de gedachte. Nou, op een gegeven moment ging een heleboel geld, omdat het over hele grote bedragen gaat in marketingcommunicatie. Een campagne
gaat er gauw over tonnen of miljoenen. Dan is 15% ook al gauw veel. En dan is het werk wat er tegenover staat, is dat nou van hand? Staat dat in relatie, ja of nee? Nou ja, weet je, dan is op een gegeven moment is een heel groot gedeelte van die 15% is weggekalfd en dan werden we uren vergoed, et cetera. Mediabureaus kwamen onder druk, omdat op een gegeven moment bleven er maar 2% bijvoorbeeld over. Er werden nog wat uren vergoed, maar mediabureaus gingen op zoek naar nieuwe verdienmodellen. En dat kwam via de agency trading desks. Dat waren eigenlijk de partijen die zeg maar voor adverteerders dan op die ad exchange gingen zitten handelen. Want binnen de ad exchange, omdat het een veilingssysteem is, net als bij Google eigenlijk is, dan krijg je 15% agency commissie. Dus er zit geen korting op. De prijs die je betaalt is gewoon 100%. Dus dan moet je een ander verdienmodel hebben. Als je het niet via die kant krijgt. Nou, dat betekent dus dat die trading desk op een gegeven moment zelf daar hele andere modellen omheen gingen maken. Om toch geld te kunnen verdienen op de media-euro's die werden ingezet. Als je dan kijkt naar DSP en SSP. DSP dat is de demand-side platform. Dat is eigenlijk een stuk technologie waarmee zeg maar, op die ad exchange werd geboden. Daarin zitten algoritmes. Algoritmes die zeg maar, de juiste bezoeker op het juiste moment tegen de juiste waarde moeten vinden. Ja? Dus het is echt puur technologie om zo efficiënt mogelijk de beste effecten te realiseren. Nou, dat gebeurt onder andere ook door het combineren met data. Dus er wordt data toegevoegd. De SSP aan de andere kant, dat is dan weer eigenlijk de software die de publisher ging gebruiken om op die ad exchange zijn eigen inventory, die hij dus via de achterdeur aan het wegsluizen was, toch zo goed mogelijk te managen. En dat noemen ze dan yield. Die waren echt bezig om zoveel mogelijk opbrengsten juist te krijgen. Dus die DSP's en SSP's die zitten dus tegen elkaar op te werken binnen die ad exchange. Met allebei verschillende belangen. Nou, dit is uiteindelijk het plaatje zoals het nu onderhand staat. Dus er is nog steeds directe inkoop. Ad networks, daar zijn er niet heel veel meer van, want die worden steeds irrelevanter vanwege die ad exchange. Inderdaad, waarom zouden we nog via hun inkopen als we via de ad exchange ook al die inventory kunnen inkopen? En wat er overblijft zijn trading desks en de technologieën. Sinds wanneer is deze situatie? Deze is eigenlijk, dit is langzaam ontstaan. Dit is de ad exchange, nou ja, die is gaan lopen uit mijn hoofd zo rond 2009, 2008. Eerst in Amerika, is heel klein. Is op een gegeven moment hier in Nederland gekomen. Ik denk rond 2010 waren wij bij het bureau waar ik toen zat, een van de eerste die ermee aan de gang gingen. En we zien het nu eigenlijk sinds de laatste 3 jaar dat het echt de budgetten die schuiven helemaal nu die kant op. Hier nog eens een keer op de sheet. Traditionele manier van inkoop. Nou, we hadden eigenlijk een soort beperkte propositie. Gewoon run of network, channel, et cetera. Vaste prijzen, gegarandeerde levering, contracten. En beperkte optimalisatiemogelijkheden. Nou, nu zie je die hele verschuiving naar automated. Ad exchanges, de grote vergaarbak van alle bannermogelijkheden die op websites worden aangeboden. Een groot gedeelte van de Nederlandse websites en ook buitenlandse websites tegenwoordig, die zijn er wel op aangesloten. Nederland is trouwens wel een van de koplopers in dit hele gebeuren. De SSP's en DSP's met hun algoritmes, je hebt data, first party data, dat zijn eigenlijk de data die je op je eigen website zeg maar, vergaart als adverteerder. En daarnaast heb je ook third party data, dat zijn eigenlijk data die je van andere partijen kan inkopen. Je hebt binnen de markt een aantal partijen die zelf op het internet, op diverse plekken, zeg maar, data verzamelen.
door het plaatsen van cookies. En die verkopen ze dan weer door. Er zijn geen gegarandeerde posities meer. Dus je weet van tevoren niet exact waar je komt te staan. Door dat hele automatisering en bieden. Real-time bidding, het gebeurt allemaal in een fractie van de seconde, dat hele biedproces. De private exchanges, dat is wel een soort van fenomeen wat er nog tussen zit. Er worden nog steeds wel bepaalde afspraken gemaakt met adverteerders om op een bepaalde website, op een bepaald segment van een website, zeg maar, te kunnen bieden binnen de ad exchange. Waarom eigenlijk binnen de ad exchange? Dat is dan omdat je daar niet een contract maakt van, joh, ik moet het besteden. Ik wil zien of het voor deze adverteerder kan werken, ja of nee. De reden is dan wel dat zij dan iets voor je gaan reserveren binnen de ad exchange. Maar dat je zelf vanuit je eigen kant, zeg maar, weer data kan toevoegen. Waardoor, zeg maar, die premiumprijs zich ook weer terugbetaalt. Omdat je waardevollere contacten bouwt op basis van je data. Geen fixed budgetten. Optimalisatiemogelijkheden, nou, die zijn gewoon eindeloos. Dus qua formaten die je beschikbaar hebt zelf. Op alle verschillende websites. Je kan de targeting instelling inzetten zoals je natuurlijk helemaal zelf wil. Is het wel zo dat optimalisatiemogelijkheden kan je ook al van tevoren zeg maar instellen. Dus er zijn ook logaritmes die bijvoorbeeld voor jou kunnen optimaliseren op basis van een kost per download. Of op basis van een kost per klik. Dat soort zaken. Tot slot programmatic. Dat is eigenlijk ook weer. Op basis van real-time trouwens. Dat is eigenlijk een manier van adverteren. Dus zo dat je je campagne als het ware een soort van klaarzet op basis van bepaalde settings. Stel dat je winterbanden wil gaan promoten. En dat heeft alleen maar zin, is alleen maar relevant op het moment dat het echt winterweer is. Ja, als het in oktober, en dan willen die bandenboeren al beginnen met adverteren, om een bepaalde merkvoorkeur et cetera te creëren. Maar op het moment dat je op de koopproces zit te focussen en je doet dan aanbiedingen, dan heeft dat eigenlijk ook veel meer zin op het moment dat de temperatuur ook laag liggen. Nou, dat soort dingen kan je van tevoren instellen. En dan kan je ook instellen van, joh, ik wil me dan alleen focussen op iemand die een bepaalde categorie auto's rijdt, duurdere auto's, omdat je dure banden hebt. Of vice versa, als je goedkope banden hebt op goedkope auto's, tweedehands auto's, et cetera. Er is heel veel data in de markt beschikbaar. En dat kun je dus gebruiken om eigenlijk al een campagne klaar te zetten. Of als je een cabrio wil promoten, nou, dan kan je inspelen bijvoorbeeld met een uiting. Voor mooi weer, als het weer mooi is. En dan gaat de campagne pas starten op het moment dat een bepaalde temperatuur is bereikt. Al dat soort dingen zijn allemaal mogelijk. Verzin het en ze kunnen er al gauw een draai aan geven. En dat betekent dus ook dat je eigenlijk een campagne kan klaarzetten voor het hele jaar. Dat je op basis van bepaalde content, zeg maar via contextual targeting, naar voren kan laten poppen op het moment dat er over gesproken wordt. Heel veel, eindeloos veel mogelijkheden. En dat wordt de uitdaging voor de nabije toekomst. Nou, het hele ecosysteem van wat je bij zeg maar, het begin van de video zag. Met twee partijen. De adverteerder, zeker het mediabureau en dan de publisher. Is nou helemaal uitgebreid met de agencies, die zitten er nog steeds. Nou, die agencies die hebben inmiddels eigen trading desk opgezet. Er zijn er nog onafhankelijke trading desks, er zijn medianetwerken nog steeds die bijvoorbeeld alleen maar bezig zijn met retargeting. Je hebt publishers, je hebt hier partijen die bijvoorbeeld gaan over dat je op goed omveld wordt getoond en niet op hele foute sites. En die dan kunnen checken of je, waar je bent vertoond. Onderzoek, datapartijen, softwareleveranciers voor het bieden.
Nou, de laatste 2 jaar, 3 jaar zijn echt enorm veel partijen bijgekomen. En dat zal eerlijk gezegd nog wel doorlopen. Want het blijft gewoon heel dynamisch. En zeker met die automatisering. En er zijn steeds weer nieuwe vindingen, zeg maar, die in de markt worden gezet. Een heleboel mensen willen hier ook graag een stukje van proberen mee te eten, natuurlijk. En op zich, deze wil ik graag even laten zien, want het gaat nu even over display advertising op zich. Maar diezelfde technologie van inventory kopen, zichtbaarheid kopen op het moment dat het jou het beste uitkomt, hè, dat het voor de juiste persoon op het juiste moment, op het juiste tijdstip dus. Dat gaat straks ook gelden voor televisie, dat gaat straks gelden voor radio. Daar zijn ze al heel erg mee bezig en ook aardig ver gevorderd in. En dat gaat straks ook gelden voor outdoor. Gewoon eens even laten zien van, joh, waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken. Kort filmpje, heel grappig. Waarom laat ik dit zien? Omdat er in Nederland inmiddels ook al is getest met outdoor via dat soort systemen inkopen. Via de Ad Exchange. Het is nog helemaal geen ad exchange, want er zijn nog niet heel veel adverteerders die zitten te bieden op dit soort contacten op outdoor. Dus wat er tot nu toe eigenlijk is gedaan, dat is afgelopen jaar, is voor het eerst getest. Om te kijken, joh, kunnen we die technische connectie maken? Dat is gedaan eigenlijk hier in Rotterdam en in Amsterdam. Ook in de metrostations, dat was voor Coca-Cola. En ja, er zit een sensor dus in die outdoor, hoe heet dat, geval. En die detecteert gewoon op het moment dat er een metro aankomt. Dus dat mensen eraan komen, uitstappen. Dus dat is het moment dat je, zeg maar, je reclame zou willen laten zien, want dan krijg je aandacht. De aandacht die ze dan laat zien, dat is ook weer... Dat vind ik dan weer heel sterk, dat je iets laat zien wat ook aandacht vraagt. Triggert gewoon mensen om te gaan kijken en ze zullen het erover hebben. Nou ja, als het elke dag continu gebeurt, dan zal het op termijn ook wel weer minder worden. Maar die aandacht blijft wel, zolang het zeg maar relevant is voor die persoon. En wat je nu in principe zou kunnen gaan denken in de toekomst, is dat ze je, zeg maar, kunnen tracen op je mobiel met je GPS. Als je in de buurt van een bepaalde outdoor uiting komt, dat die dan een boodschap aan jou laat zien, die op jou is toegespitst. En dat is dus eigenlijk hetgene wat wel op ons af zit te komen nu. Komen we het volgende gedeelte, waardebepaling. Ik zit zelf heel even af te vragen, willen jullie eerst nog een korte pauze überhaupt? Of zeggen jullie van, gaan we door? Ja? Oké. Even terug recappen op afgelopen week, display, doelstellingen. Ik heb nu marketing en sales dus inderdaad onder elkaar. Eerst laten zien, het zijn eigenlijk 2 verschillende afdelingen vaak binnen bedrijven. Je hebt de marketingafdeling en vaak een salesafdeling. En die zitten eigenlijk een beetje met een verschil van doelgroep. Niet helemaal, want in principe is het natuurlijk allemaal dezelfde doelgroep van het merk. Maar bij sales willen ze het eigenlijk op dit moment verkopen aan de mensen die nu in de markt zijn. En ja, dan ben je al heel gauw beperkt. En als je daarmee bezig bent, dan heb je dus een andere focus als iemand van marketing die zegt van joh, ik moet aan de verkoop nu denken, maar ik moet dat merk ook bij die mensen binnen mijn doelgroep onder de aandacht houden, die niet nu in de markt zijn om een product te kopen, maar misschien over een half jaar of over 3 maanden. Nou, dit soort afwegingen, dat heeft ook weer te maken natuurlijk met de sector waarin je zit. Sommige goederen die hebben een hele grote, hoge verbruikssnelheid. Andere weer een stuk minder. Maar dat is dus wel een beetje een iets wat wringt. Nou, als we kijken naar hoe wij
zeg maar van oudsher als branche zeg maar onze campagnes onder de loep namen en rapporteerden richting klanten, ja, dan waren we bezig op een gegeven moment met impressies. Hè, want we kochten die banner impressies in of we kochten kliks in. Daar rapporteren we ook die impressies, rapporteren we kliks. Nou, op basis van die kliks versus de impressies krijg je het CTR, een click-through rate. Hoe lang, hè? Er zit ook een search, wat jullie volgens mij allemaal al gehad hebben. En vervolgens heb je de landing op de website. En dan onderaan hadden we ook nog ergens een pixel gezet op de conversiepagina. Dus dat kan een bepaalde lead, brochure of een verkoop zijn. Nou, dit rapportagemodel, dat bleef eigenlijk maar terugkomen. En dat bleef terugkomen bij zowel brandingcampagnes als bij campagnes die echt om een performance vroegen. En dat is eigenlijk dus vanwege die belangenverstrengeling, ja, zou je... Ja, het frikt. Het is, waar leg je nou eigenlijk de focus? Want als jij zeg maar branding ook aan het doen bent, ja, weet je, dan ben je gewoon bezig om je doelgroep te bereiken. En daar zo'n bepaalde breinpositie te verkrijgen, dat ze voorkeur voor je merk krijgen. Dus op het moment dat ze hem gaan kopen in de markt zijn, dat ze dan converteren. Dus ja, moet je dan naar deze cijfers hier zo gaan kijken? Nee, niet echt. Nou ja. Op het moment dat het gaat over een campagne waarbij we echt bezig waren van joh, maak nu een proefrit of vraag hier een brochure aan. Ja, dan was je heel erg bezig met te kijken van joh, kliks en sales. Nou, dat, weet je, dan ben je echt aan het kijken naar de korte termijn en wie binnen mijn doelgroep heb ik zover kunnen krijgen om te gaan converteren. Dat is nog wel logisch. Maar het probleem bleef dat altijd die marketeers natuurlijk, net als de hele markt, gaat zitten kijken naar het totale plaatje. Ik heb branding ingezet, maar ja, hoeveel heeft dat me nou uiteindelijk opgeleverd? En dan was je tijdens de campagne, dan was die campagne bijvoorbeeld 2 weken bezig. En dan dacht je van, ik moet hem gaan optimizen. En waar zit die focus dan? En dan klanten die zeggen, ja, daar waar de meeste conversie vandaan komt. Is logisch, maar ja, op een gegeven moment kan je ook in de voet schieten. Kan je te veel gaan betalen voor diezelfde leads die je krijgt. Of je krijgt het simpelweg niet meer weg. Omdat je echt wel ergens een marktaandeel hebt, wat je niet met dit soort advertising zeg maar ineens heel groot gaat maken. Dus ook voor hele grote adverteerders, de Nationale Postcode Loterij bijvoorbeeld, ja, die zit met die loten. Ja, dan hadden we conversiegedreven campagnes en dan wordt hier nagekeken, maar bij de branding gedeelte werd ook hier nagekeken. Ja, en dat botste, want dan betaal je ineens hele hoge prijzen voor iets wat niet oplevert, wat het wel oplevert als je gewoon met andere conversiemiddelen bezig bent. Click-through rate, dat is een van die aspecten waar we dus heel erg naar keken. Van, ja, we laten een banner zien en er wordt op geklikt, of niet. En naarmate er dus vaker op geklikt wordt, dan betekent dus dat je succes hebt. Dus dat bepaalt in grote mate je succes. Ja, die mensen hebben geklikt, dus ze waren geïnteresseerd. Dus ik ben goed bezig. Nou zit daar wel een beetje een haak en oog aan. Zouden jullie iets kunnen verzinnen? Stel dat iemand die ziet een banner op een website en wordt op geklikt. Wordt er altijd bewust geklikt, of niet? Nee, ik denk ook gewoon sowieso met zo'n klik toch. Als je klikt en je gaat naar een website waar je iets moet kopen en je koopt niks, dan is zo'n klik verder niet waard. Nou, dat hoeft niet. Als die persoon geïnteresseerd is geweest en hij heeft niet geconverteerd, dan kunnen daar heel veel redenen aan de grondslag liggen. Dat kan zijn dat misschien de prijs hem inderdaad niet beviel. Zou kunnen. Maar hij is wel in je winkel geweest, hij heeft interesse getoond. En, joh, dat zegt dan wel wat, zeg maar. Dat zegt wel wat. Nee, we hebben eigenlijk met veel meer dingen te maken.
Ja, weet je, er zijn mensen die gewoon per ongeluk op uitingen klikken. Hoe vaak heb ik, ik weet niet of jullie, mij overkomt regelmatig. Dan zit je ergens in een app en dan zit er ook nog reclame bij als je er niet voor betaalt. Dan ben je op het kruisje druk en dan druk je per ongeluk. Ja. En op het moment dat jij klikt, dan wordt hij al geregistreerd als een klik. Hé, hey, dat is een geïnteresseerde. Nou, dat gebeurt dus heel vaak. Met name op mobiel zien we dat heel erg. En op tablets idem dito. En het probleem is dan dat je eigenlijk ook heel vaak... je ziet dat ook omdat die kliks gewoon niet op de website terechtkomen. Dus die mensen die zijn al lang weer weg op het moment dat, je, dat jij denkt van... Nou, hé, hey, we hebben een geïnteresseerde, die komt in mijn winkel. Is die al lang weer weg. Sorry. Dus dat gebeurt gewoon heel vaak of per ongeluk. Maar daarnaast heeft het ook heel vaak met technische aspecten te maken. We zien ook hele hoge clickrates op video. Waarbij we weten dat dat heel vaak gegenereerd werd door mensen die inderdaad ook die video probeerden weg te krijgen. Nog erger is erbij dingen die over de webpagina komen. Layers, dat zijn transparante uitingen die over je beeldscherm heen kunnen fietsen. Nou, tegenwoordig zie je ze gelukkig een stuk minder dan vroeger, tenminste ik wel. Maar zo af en toe heb je ze nog wel eens. En dan proberen mensen zo'n ding weg te klikken. Ja. En dan zitten ze net naast en dan hop. Dus, weet je, een klik moet wel een echte intentie zijn geweest. En dat zijn een heleboel kliks, daar zit geen echte intentie achter. Nou, daarnaast hebben we eigenlijk uit onderzoek, een mooi onderzoek, de Natural Born Clickers. Komt helaas wel uit Amerika, maar het is hier ook niet herhaald. Maar er is wel veel over gesproken en ook een common sense zit er wel in. Er zijn eigenlijk heel weinig mensen die klikken. Klikken jullie wel eens op banners of niet? Nee, hè? Nee. Nou, wie ik het vraag, eigenlijk geldt dat voor iedereen. Met retargeting. Ja, maar dat is echt heel vervelend. Dat is gruwelijk vervelend. Dat is ook een van de voornaamste redenen dat we een heleboel gezeur hebben gekregen omtrent de cookie-wetgeving. Omdat mensen, die voelen zich op dat moment bespied. Want ja, het is wel zo obvious dat jij ergens interesse in hebt getoond. Nee, vervolgens wordt gevolgd. Nou, als jij je gevolgd voelt, ja, dan krijg je het idee van, joh, ik word in de gaten gehouden. Dus vandaar dat we dat hele gedoe met die cookie-wetgeving hebben gekregen. Nou ja, uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat er een heel klein gedeelte van de mensen dus klikt. En dat die ook nog eens voor leeuwendeel van de kliks verantwoordelijk zijn. Ja, nou, dat zijn veelal jongere mensen met een lager inkomen. Ik kan me ook wel voorstellen met de kleine kleuters, die ergens op een spelletjesite zitten. Ja, noem het maar. Maar het verbaast mij niet. Dat is ook, ja, wat ik zeg, common sense. Mensen die willen eigenlijk vaak niet, volgens de psychologie dan, weet je wel, ergens in een richting geduwd worden. Ja. Laat zien van, joh, ik reageer op reclame of je wil je eigen beslissingen nemen, autonoom. Dus ja, dit is voor mij niet vreemd. Wat heel groot probleem eigenlijk ook is, de laatste tijd wordt daar eigenlijk heel goed op getraced. Maar het is en blijft heel moeilijk en best wel een hoop werk. Voor gedeelte kunnen ze het automatisch uitsluiten en anderzijds is het echt nog veel handwerk. Dat zijn de clickbots. Dus er wordt via scripts die op je computer worden gedumpt door bepaalde partijen. Ja, weet je, worden er enorm veel fake bezoeken aan websites worden gegenereerd. En fake kliks op uitingen. Nou, dat zijn zaken waar je eigenlijk heel erg van bewust moet zijn. Ook op het moment dat je bijvoorbeeld op CPC inkoopt, kost per klik. Want dan betaal je vaak een lage prijs. En dan denk je van, joh, dan heb ik een gegarandeerde bezoeker naar mijn website. Nee, want die garantie die krijg je dan niet. Je betaalt alleen maar voor die klik. Dus die kwaliteit van de klik, ja, dat voor sommigen pakt het misschien nog net goed uit versus wat ze gewend zijn. Maar je kan je heel lelijk in de vingers snijden, ja.
En je komt op heel atypisch publiek terecht met je uitingen. Maar dat kan je met de analytics software eruit zetten? Ja, dat zijn zaken die je ja, zeker met analytics straks goed in de gaten moet houden. Nou, ook bij de impressies zijn er eigenlijk hetgeen wat we inkopen en wat kanttekeningen te maken. Dus gewoon echt, net als bij die kliks, is dat wel heel erg belangrijk om te beseffen, hè, dat die klik. Bij search is een klik ook gewoon een intentie, want het is maar een tekstadvertentie en het is op een zoektocht. Het is eigenlijk ook voor ons pool marketing, hè. Zo van, joh, de consument is naar iets op zoek en hier is het antwoord. Bij pushcommunicatie is, die vraag is er niet, we proberen juist iets door het strot te drukken. Dus iets zichtbaar te maken en dan, weet je wat, pushen naar die winkel toe, drukken. Nou, wat betreft de impressie is het dus eigenlijk belangrijk dat je bereik genereert met je contacten. En dat je een bepaalde contactopbouw hebt, want één keer een banner laten zien aan een persoon, ja, dat ja, heeft geen effect, zeg maar, die ben je zo weer vergeten. Dan hebben we het probleem dat ja, mensen gewoon meerdere apparaten bezitten en gebruiken op het internet. Nou ja, dat is thuis op je laptop of op je desktop, je telefoon, je tablet 's avonds. Op het werk maak ik nog eens een keer gebruik van een computer. Misschien heb je ook nog een telefoon van het werk. Dus er zijn een heleboel verschillende devices worden gebruikt. En dat heeft bijvoorbeeld al één consequentie met, als wij het hebben over campagnebereik, uniek bereik. Ja, hoe uniek was dat nou? Hoeveel mensen hebben we nou daadwerkelijk bereikt? Dus, en daarnaast heb je ook nog te maken met het feit dat mensen ook apparaten delen. Ik weet nog een campagne die ik vorig jaar deed voor Steps, de kledingwinkel. Hadden we op een gegeven moment met behulp van data, hadden we data ingekocht op vrouwen. Waarbij we ook getarget hadden op puur vrouwensites, op shopsites, kleding, fashion sites. Nou ja, verzin het maar. En dan vervolgens kijken van hier, wat voor website traffic kregen we naar de online winkel. Nou, vervolgens zagen we dat 50% zowat van die traffic die naar die winkel ging vanuit die campagne, dat was mannen. Dus wij in discussie met de klant. Ja, hoe kan dat nou? Zit ik ineens met allemaal mannen? Ik wil geen mannen. Ik wil alleen maar betalen voor vrouwen. Ah, die garantie kunnen wij niet geven, mogen we niet geven. En B, ja, als volgens, want we maken gebruik ook van een partij die panelonderzoek, dat soort cookies. Dat zijn vrij harde data die we hadden ingeladen. We weten echt niet wie op die avond bijvoorbeeld op die tablet zit te kijken. En voor wie is dat ding? En ja, die dingen worden gewoon gedeeld. En zeker tablets, die staan voor mij gewoon rond in huishouden. Die worden gewoon gepakt door mensen. Ja, ja, en op computer heet dat eigenlijk ook nog wel eens op het werk. Hangt het er wel een beetje aan hoe en wat. Maar ja, feit is gewoon dat het gebeurt. Of ja, als je pakt even de computer van een ander om even snel iets te controleren op het net. Garanties hebben we niet. Nou ja, buiten het feit dus dat het er al om gaat van kunnen we die mensen ja of nee bereiken, gaat het ook om, is die banner wel daadwerkelijk zichtbaar geweest? Want een banner wordt al geteld door de systemen op het moment dat u zeg maar ergens wordt ingeladen. Maar dat inladen kan onderaan de pagina zijn. Stel dat dit het scherm is van de website. Nou, dan zie je daaronder zitten nog allemaal content. Dan moet je naar beneden scrollen. En daar ergens onder aan die pagina zitten gewoon banners. Niemand die ze gezien heeft als jij gewoon bovenaan zit te kijken en vervolgens naar de volgende pagina klikt. Dus ja, in hoeverre is die dan gezien? Nou, tot slot moet je daarna natuurlijk ook nog maar eens een keer zeggen van joh, is er aandacht voor die banner geweest? Want er wordt binnen de markt ook gesproken over bannerblindheid. Of van, ja, mensen zien banners helemaal niet. Nou, vorige week al kort aangestipt. Op het moment dat het aan de zijkant van een pagina staat, zie je, of helemaal bovenaan de pagina, ja, als je heel snel naar de content kijkt en naar beneden scrolt, ja, dan zal die niet zo snel opvallen, nee. Dus dan gaat er een hoop verloren. En midden in de content van de pagina, ja, daar zal die eerder opvallen.
Want dan moet je er toch langs scrollen, zeg maar. Ja, is dat wel eens onderzocht dat je dan de combinatie van een banner aan de bovenkant en aan de zijkant, die combinatie, dan wel van hetzelfde merk, ja, dat kan ook niet beter werkt dan één van de twee zonder merk op de pagina. Ja. Ja, dus dat zijn wel overwegingen, wat je daar noemt, die je moet gaan maken op het moment dat je branding gaat doen. Nou, dan hebben we tegenwoordig ook het in-private browsing. Of het weggooien van de cookies. Nou, dat betekent dat de volgende keer dat die persoon weer komt, gewoon weer als nieuw wordt aangemerkt. Je hebt voor het eerst bereikt, dus dan is het net alsof je bereik groter is dan dat het daadwerkelijk was. En ook hierbij geldt natuurlijk dat dus die pagina's vaak ook worden bezocht niet door mensen, maar door machines. En dat, laatst lag ik dat dat las iets van 40-45% van alle pagina's. Nou, daar schrok ik van. Ja, maar je zag ook met de Google Analytics dat er gewoon gigantisch veel robots achter zaten. Ja. Dat is denk ik 80% of zo. Ja. Ja, nou hier nog. Ja, je moet er echt heel erg voor oppassen. En we zijn er nu, als industrie maken we natuurlijk die hele evolutie mee. Dus wat ik zeg, waar we eerst heel traditioneel zeg maar, bezig waren met dat hele inkoopproces. En het kijken naar die campagneprestaties. Wordt dat nu steeds diepgaander. En hebben we ook steeds meer oog voor technologie. En die mensen die kennis hebben van technologie zijn ook steeds meer nodig. Net als van data. Binnen onze branche. Er zijn een hoop alfa's. Dan nog even kort een stukje vanuit ook al iets ouder onderzoek, 2011 van Nielsen. Dat is een onderzoeksbureau, groot marketingonderzoeksbureau. Die heeft gewoon gekeken van oké, een bannercampagne. Welk effect heeft dat zeg maar met betrekking tot offline sales? Kunnen we daar een connectie maken, ja of nee? En zo ja, is die connectie er, kunnen we die vinden op basis van het aantal kliks wat er is gegenereerd met de campagne? Of moeten we kijken naar andere zaken als merkeffecten en gewoon het bereik van de campagne en op basis daarvan dan dat we merken dat er ook wel meer sales is geweest. Nou, dan blijkt in ieder geval dus dat er geen verband is tussen kliks en CTR's en de verkoop die wordt gerealiseerd. Terwijl er wel vanuit de campagne aan zich, door het aantal vertoningen en contacten, wat is eigenlijk logisch ook, net als met normaal adverteren via radio, tv. Als die campagne gewoon via online, maak je wel een verschil in mensen die bewust zijn, hey, er is wat te koop, ik ga naar de winkel. Branding. Waar ik nu eigenlijk naartoe wil, ik heb even laten zien van joh, kliks, impressies, daar zijn wat problemen mee. Daar zijn we wel heel erg mee bezig vanuit het met rapportages in het verleden en onze manier van kijken. Hoe zou ik dat liever zien? Nou ja, weet je, wat betreft de KPI's voor branding, blijft het gewoon één groot probleem. Hè? Laat ik dat vooropstellen om dingen echt hard te maken. Dus er blijft een heleboel common sense hier zo en gevoel blijft er wel bij hangen. Maar wat je in ieder geval moet doen, is in ieder geval kijken dat je zo hard mogelijke data kan krijgen van de doelgroep die je wil gaan bereiken. Nou, dat kan tegenwoordig. Waar kan dat het meest makkelijk? Dat is achteraf. Dan kijk ik meer van, joh, waar zou je die data kunnen afvangen? Een soort van cookie data die je kan gebruiken. Bij een site die ook is als doelgroep. Ja. Waar zijn bijvoorbeeld heel veel persoonsgebonden data vindbaar? Social media. Ja. Ja. Facebook bijvoorbeeld. Dat is ook de kracht van Facebook, hè? Nu en in de toekomst. Facebook die heeft natuurlijk heel veel data. Die weet of jij een mannetje of een vrouwtje bent. Nog even los daarvan of je dingen natuurlijk eerlijk of niet eerlijk hebt ingevuld. Maar hij weet vaak leeftijden, interesses. Op basis daarvan kun je al heel goed mensen gaan targeten.
Je hebt nu ook een website die maakt aan de hand van je likes, zeg maar, welke pagina's, welke posts je liked, een hele profiel van je. En daar kunnen ze echt best wel nauwkeurig zien wat voor type je bent. Zeg maar. Ja, ja. Ja, dat is een goudmijn echt voor adverteerders. Absoluut. En dus ook voor de bannering. Dus hoe beter jij die banner zeg maar echt aan je doelgroep kan laten zien, ja, dan wordt het steeds efficiënter en steeds effectiever. Wat die media-euro je opbrengt. De kwaliteit van de contacten, nou, daar moeten we dus inderdaad, en daar zijn we nu de laatste, wat is het, 2 jaar wordt daar echt steeds meer naar gekeken. Dat is echt de zichtbaarheid van de banners. Want dat kunnen we gewoon in de systemen tegenwoordig ook zien. Van, is hij helemaal in beeld geweest of is hij 50% in beeld geweest? En hoe lang is dat? 1 seconde? Is dat 5 seconden? Is dat... En je kan van tevoren ook aangeven, joh, ik tel ze alleen maar als hij minimaal 15 seconden in beeld is geweest. En dan kan je met een exploitant kan je daar ook over praten. Van joh, ik ben bereid een hogere prijs te betalen, maar dan wel onder deze en deze en deze voorwaarden. En dan ben je eigenlijk bezig met iets wat ik net al heel even kort aanstipte met private exchanges. Dat zijn toch nog afspraken tussen mediabureaus en adverteerders en de exploitanten over bepaalde website inventory. Een inventory dat is dus het aantal beschikbare banner impressies, contacten. Dat ze die kunnen gebruiken op het moment dat het hun het beste uitkomt, dus op basis van die zichtbaarheid. Op het basis van dat het dan ook nog een keer die persoon is die we gedefinieerd hebben via data. Als zo'n mannetje geïnteresseerd in voetballen of in auto's of et cetera. En daarnaast kijken we ook veel bewuster naar het contact vanuit de vertoning. Een stukje engagement met de uiting, de banneruiting. Nou, daar krijg je straks nog iets meer van te zien. Waar je ook goed op moet kijken is de kwaliteit van het contactmoment zelf. Hoe relevant hebben we die kunnen maken? En hoe is het met de autoriteit van het medium? Want dat zal voor branding, is zeg maar, maakt het wel degelijk uit waar je staat. Als het niet om puur awareness gaat. Je hebt bij branding natuurlijk 2 facetten. Enerzijds is dat je in mind blijft. Maar anderzijds ben je natuurlijk ook bezig continu om dat merk te laden. De elke keer weer hè, bepaalde Coca-Cola die wil met enjoy, met de fun in life. Nou ja, weet je, op het moment dat je elke keer in dat soort omveld staat, word je daar ook mee geassocieerd. Zou je dat helemaal niet doen en je staat overal elke keer lukraak en je gaat die boodschap communiceren. Dat heeft toch een effect op de mindset bij mensen. En dat werkt door in al die merkvariabelen. Daarnaast is ook, moet je eigenlijk bij brandingcampagnes ook gebruik maken van beschikbaar onderzoek wat er gedaan wordt. En er wordt onderzoek gedaan. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vind dat er veel te weinig onderzoek wordt gedaan. Het is echt wel vaak ook graven. In Amerika meer dan wat er hier gebeurt. Maar maak gebruik van onderzoek, ook met een gezond verstand, want er wordt ook een heleboel onderzoek gedaan door partijen die er zelf belang bij hebben. Maar als die onderzoek zeg maar aangeven, joh, dit en dit schijnt te werken, dan kan je er ook wel van uitgaan dat als jij op zo'n manier zeg maar je campagne gaat indelen, dat soort effecten optreden. En tot slot is er inderdaad ook nog, bij PostView moet je goed kijken naar analytics. En niet op postclick. Nou, kwaliteit van de contacten. Als we zeg maar rich media bijvoorbeeld inzetten, hè, je laat een uiting zien die uitklapt. Een expendable. En in die expendable zit vervolgens een video. En die kunnen mensen kijken, ze kunnen een ticket bestellen of ze kunnen een ander stukje film kijken. Er zit interactie in. Of het kan ook zijn middels een spelletje wat erin zit in de uiting. Vorige week had ik een video uit te laten zien met een spelletje erin. Hè? Een stuk engagement. Nou, kijk, dat bepaalt uiteindelijk van hoeveel aandacht er voor je uiting is. Hè? Als je kan zien van, joh, mensen die negeren dat ding.
dan laat zich dat ook wel terugvinden in de interactietijd. Kijk, hier heb je interactietijd. Je hebt, hoe vaak is die opengeklapt, wordt gerapporteerd. Hoe zit het met de aandacht voor de video? Nou, als zeg maar 70% de video heeft uitgekeken, hoe verhoudt zich dat tot eerdere inzet die ik heb gedaan of bij andere partijen? Kijk, als iemand echt de hele video heeft uitgekeken, weet je nog steeds niet of die echt heeft zitten kijken. Maar het zegt wel wat kwalitatiefs. Het is wat anders als dat ze maar voor de helft hebben gezien of voor een kwart. En zo'n boodschap, als hij met geluid speelt, nou ja, dan is er wel al een boodschap overgekomen. Dus weet je, dit soort data, die werd altijd heel weinig gebruikt, maar nu gelukkig wel steeds meer. En moet je ook gewoon gebruiken om te leren van, joh, wat voor impact heeft deze campagne nou daadwerkelijk gehad? Waar haal je ook de data vandaan dan? Komt ook uit systemen, dus uit dubbelklik. Als het goed is, krijgen jullie daar allemaal uitleg over. Aan het einde van dit displayblok. En aan alle andere ad-server systemen die zeg maar geënt zijn, ook op rich media uitingen. Nou, dat zijn ze tegenwoordig eigenlijk allemaal. Wat is trouwens de gedachte ook achter interactiviteit, zeg maar? En waarom zou dat de effecten van de campagne versterken? Nou, dat is eigenlijk via het model van joh, interactiviteit. Dat betekent dus dat je bezig wordt gehouden met de campagneboodschap. Dus je bent erbij bezig, dus je betrokkenheid met de campagne is groter. Op het moment dat de betrokkenheid groter is, dan gaan ze er ook vanuit dat je bewuster bezig bent met die campagneboodschap. En het beïnvloedt je attitude. Kijk, als het een leuk spelletje is of het is een goede reclame, een leuke, een attractieve communicatieve boodschap. En daar komt de creatieve hoek natuurlijk om de hoek zetten. Dan zul je dat heel makkelijk nog herinneren de volgende dag. Maar op het moment dat jij een standaard banner krijgt te zien, ja, die ben je een paar minuten later waarschijnlijk al vergeten. Maar dan ben je ook bezig met bijvoorbeeld, dan zeg je wat leuk, wat grappig. En dat relateer je ook weer aan het merk. Dus je gaat je attitude gaat shiften. Nou, dat gaat natuurlijk heel geleidelijk. Maar als je het consistent blijft doen, dan ga je op een gegeven moment zeggen, ja, het is echt een leuk merk. Of het past helemaal bij mij. Nou, dus die attitude ben je dan aan het werken. Dus je ook je koopintentie. Dat is eigenlijk een beetje de gedachte erachter. Nou, ook Microsoft heeft er onderzoek naar gedaan. Ook eerlijk gezegd, deze waren niet helemaal belangenvrij, dus neem het met een kleine korrel zout, maar ik laat het wel zien, hè, om even te laten zien van joh, je moet met research wel kijken van joh, wat kan ik vanuit die hoek leren en hoe kan ik dat gebruiken om mijn campagne straks beter te maken en ook te beoordelen. Nou, zij hebben gekeken zeg maar, naar die dwelltime. Dwelltime is eigenlijk die engagement die ik net aanstipte. Dus op het moment dat jij in een uiting bezig bent met het kijken naar de trailer van een film, ik noem maar wat. Dan ben je dus langer bezig met die uiting. En dan kan je vervolgens misschien ook nog wat foto's bekijken of je kan nog wat andere dingen doen. Nou, hoe langer je bezig bent in die uiting, zeggen zij. Wat wij zien is dat dat effect heeft op zoekgedrag. Dus nog niet eens zozeer op mensen die vervolgens dan zeggen van joh, ik heb die uiting gezien, ik heb ermee geïnteracteerd en ik ga dan ook meteen even een ticket voor de voorstelling kopen. Nee. Dat is het nog niet eens. Maar het is wel dat mensen het onthouden en bijvoorbeeld in de dagen daarna zeggen van joh, ik ga inderdaad naar die film toe. En die gaan dan naar Google. Tik in de website van de bioscoop of filmagenda of en vervolgens bestellen ze een ticket. Etcetera. Dus dan heeft het effect, en zo werkt het met branding eigenlijk altijd. Branding gaat er eigenlijk ook om dat het search versterkt. Dat je meer een positiever attitude krijgt tegenover het merk. Mensen zeggen, joh, ik ga toch eens kijken. Dus, en dan hoeven ze nog niet eens direct converteren, want misschien hebben ze het product helemaal niet nodig.
Nou, voor de rest, als je kijkt naar de klassieke merkwaarden, merkeffecten of advertising effecten, ad recall, nou ja, die was duidelijk hoger. De awareness van de campagne, door wel of geen rich media in te zetten, die nam toen met 7%. Dus veel betere zichtbaarheid voor de adverteerder. De voorkeur die steeg en ook de koopintentie uiteindelijk met 3%. Nou, het zijn effecten en als je maar genoeg van dit soort onderzoeken leest en dit soort dingen in de gaten houdt, dan leer je wel een beetje van, joh, hoe werkt het en wat kan ik hiervan leren voor mijn campagneplanning, zeg maar. Moet ik wel of geen rich media? Welke vorm van rich media moet ik dan gebruiken? Hier tot slot nog eentje voor online video. Ook bij online video is er uitgebreid onderzoek gedaan. Hebben ze gekeken naar enerzijds de inzet van de televisiecommercial op tv. Ze hebben gekeken naar, joh, wat nou als je hem als pre-roll uitzendt bij de uitzending gemist of op andere soorten videoposities. Je kan hem ook als mid-roll. Dus eigenlijk als je een programma aan het kijken bent, dan krijg je eerst een pre-roll en dan halverwege het programma soms nog een mid-roll. En ze hebben gekeken van, joh, wat nou als je die video zeg maar in de gewone banner laat zien. Een banner in dit geval zal dan eigenlijk altijd wel zijn, gewoon het vierkantje, zoals een standaard uiting, niet te groot, die continu blijft draaien of stilstaat en dan kan je hem zelf activeren. Maar dan is het gewoon een standaard banner. Dat is iets waar je langs heen kan kijken. Die anderen zijn echt forced exposure. Een pre-roll, dat is iets van, ja, als je de content wil zien die je hebt aangevraagd, die videostream, dan moet je eerst die pre-roll bekijken. Of niet, dan mag je hem wegklikken als je bij Google zit. Het effect van deze verschillende manieren van inzet, die hebben ze naast elkaar gelegd. En ook gekeken van, joh, wat nou als je de een met de ander combineert, wat zien we dan zeg maar, op spontane merkbekendheid, wat zien we dan op de reclamebekendheid en op de koopintentie. Nou, dan zien we bijvoorbeeld de televisie versus de controlegroep een hele duidelijke uplift heeft. En op het moment dat je een pre-roll zeg maar, laat zien aan de persoon, dan heeft hij ook een uplift, maar niet zo zwaar als bij tv, dus tv toch wel meer impact. Maar als je die twee weer gaat combineren, dus je zet niet al je tv geld op tv, maar je doet een klein stukje pre-roll erbij, dan zie je ineens, hey, dan komt er 52%, dan komt hier net een stukje extra aan effect. En als we de mid-roll inzetten, dan zien we nog een sterker effect. Nou, en als we dan kijken vervolgens naar de in-video banner, nou, die heeft eigenlijk geen effect. Die is niks. Nada, niente. Dat laat hij ook zien bij spontane reclamebekendheid. En eigenlijk, hier zo koopintentie, is hij wel nog redelijk hoog. En dan zal het waarschijnlijk ook nog door de volume komen. Dit is ook onderzoek om te kijken van, joh, wat zijn er nou, wat gebeurt er met merkeffecten? Idealiter gaat de campagne getrackt worden door de klant zelf. Ja, dan maak je gebruik van een onderzoekbureau en dan zegt hij, oké, ik ga een grote campagne doen. Ik knal er 2 miljoen in, tv, outdoor en online. Wat is het effect op mijn merk? Nou, dan gaat hij kijken naar al die merkvariabelen. Dan gaat hij kijken of zijn merkvoorkeur vergroot wordt. Maar ik kan jullie vertellen, heel vaak, veel meer gebeurt dat gewoon niet. Dus dan weten wij het ook niet. Maar dan zijn dit soort onderzoeken, helpt ons wel in het verhaal richting de klant van, joh, waarom zou je dit moeten doen? Want volgens ons is dit gewoon het beste. Nu het gedeelte performance. Ja, bij performance richt je je dus op een ander publiek. Dan zit je veel meer gefocust op die mensen die nu in de markt zijn, die nu jouw product willen gaan kopen. Of daarvoor openstaan, die zal aan het oriënteren zijn. Hebben jullie enig idee waar je dat soort mensen zou kunnen vinden online? Waar je dat soort, zeg maar, specifieke data van mensen die in de markt zijn kan vergaren? Huiswerkplekken. Ja, inderdaad. Al die vergelijkingssites. Ja. Google Shopping. Ja. Op zoek naar korting. Ja. Die sites met nu kortingscodes.
Ja. Nou, is het zo dat met kortingscodes de mensen eigenlijk al weten wat ze willen gaan kopen en die alleen nog even aan het checken zijn van, joh, kan ik nog korting krijgen? Dus het zit er vaak net andersom. Je zit al te ver. Je een andere site toe. Ja, moet je een beter aanbod doen? Ja, nou, het zou kunnen. Ja, nee, maar inderdaad, vergelijkingssites zijn heel erg belangrijk. Daarnaast natuurlijk ook je eigen site, hè? Je eigen bezoekers, mensen die nog niet geconfronteerd hebben, wel op je website zijn geweest. Dat zijn ook uitstekende plekken om zeg maar te zoeken naar mensen die in de markt zijn op dit moment. Nou, voor de rest moet je goed kijken naar de kosten per conversie, kosten per lead. En dan moet je ook altijd even kijken van hoe zat het nou in eerdere campagnes. Want je blijft continu proberen te optimaliseren. Steeds weer net wat efficiënter en effectiever te zijn met je campagne. Je moet ook even goed vergelijken met hoe sta ik ten opzichte van andere conversiebronnen. Want logischer conversiebronnen, als we het überhaupt, en daarom is display natuurlijk ook lastig in de saleshoek. Een natuurlijke plek is search bijvoorbeeld. Die pakt veel vaker die last click. Omdat mensen op een gegeven moment al eindelijk dan de besluit hebben genomen. En dan via Google naar de website gaan van naar de winkel. Waar ze het product kunnen bestellen. En dan bestellen. Dus daar moet je wel goed naar kijken. Hoe doe ik het ten opzichte van dat soort bronnen of e-mail marketing vanuit een bedrijf werkt ook altijd veel beter op conversie. Het enige wat hier dan wel werkt, is inderdaad al eerder aangestipte retargeting. En conversieattributie. Dus ja, weet je, je moet ook inderdaad verder kijken dan die last click. Omdat banners vaak, dan worden ze wel gezien door die persoon. Maar dan is de klik, dat gaat er niet op die banner, maar dat gaat later via de zoekmachine van Google. En dan hebben we eigenlijk tegenwoordig attributiemodellen voor. Daar wordt nu heel erg aan gewerkt. Er zijn ook nog allerlei gaten op te schieten. En idealiter zou je dat over alle media heen doen. Van hoeveel heeft tv bijgedragen, hoeveel heeft outdoor bijgedragen, wat heeft display bijgedragen. Wat komt puur uit search. Maar we kunnen online al aardig laten zien van wat het pad is geweest van iemand. Hè? Heeft hij eerst een banner gezien? Je hoeft niet per se te klikken om getrackt te worden. Want wij kunnen ook post-view conversies meten. Dus mensen die een uiting hebben gezien, niet geklikt, wel iets hebben gekocht. Die hebben wij nog steeds in ons mandje hangen. Alleen je weet nooit, komt dat door die banner van mij? Of is dat omdat hij daarna in contact is geweest met een e-mailing van de klant? Of met een... Nou ja, op het moment dat je alles bij elkaar zet en je gaat alles trekken, dan zal die op een gegeven moment worden toegewijzen aan degene die de laatste klik, zeg maar, heeft geleverd voor de verkoop. En dan wordt alles daarvoor, kun je dan allemaal vergeten, maar met de attributie kijk je daartoe en dan hecht je de waarde aan en zeg je van oké, dus bannering heeft daar ook aan bijgedragen, e-mail inzet heeft er aan bijgedragen, et cetera. Is allemaal behoorlijk work in progress. In ieder geval is voor, nou ja, volgens onderzoek 92% van de aankopen wordt in ieder geval online gebruikt. In het oriëntatieproces. Dus dan is het eigenlijk de vraag van hoe kunnen we de mensen vinden op het moment dat ze aan het oriënteren slaan. Dus in die koopfase komen. En hoe kunnen we die dus converteren. Nou ja, wat er nu gebeurt bij online is met banners dat je heel erg ziet dat breed wordt ingezet op, met behulp van data. Dus er worden segmenten aangemaakt en er wordt wel flink geramd. Dat is eigenlijk om te kijken van joh, wie reageert er en waar wordt gereageerd. En op basis van dat soort data gaan we vervolgens kijken, ja, oké, die komen op de website terecht en wat gebeurt er dan? En als we die mensen voldoende succesvol kunnen bewerken, dan is het vervolgens van gaan we lookalike zoeken. Dan gaan we kijken van joh, wat voor mensen komen daarbij in de buurt? Want die zouden misschien dan ook wel geïnteresseerd kunnen zijn. Dat heeft, dus je gebruikt hier heel erg de targeting mogelijkheden in. Om goede segmenten aan te maken. Het maakt hierbij eigenlijk ook dus niet uit zoals bij branding van joh, waar worden die uitingen vertoond. Het gaat niet om dat soort zaken. Het gaat er veel meer om het
persoontje wat achter die computer zit. En wat hij dat op dat moment aan het doen is, dat doet niet de zaken. Hij heeft laten zien, of zij heeft laten zien, geïnteresseerd te zijn in ons product. Dus die willen we graag binnentrekken. Nou, en dan krijg je dat hele gedeelte van retargeting, remarketing, retargeting. Komt op hetzelfde neer. Het is eigenlijk gebruik maken van die cookies. Van mensen die op je website zijn geweest. Het zijn hot prospects, kun je ze noemen. Of cold prospects. En dan probeer je ze gewoon door je site heen te loodsen naar een volgende stap. Zijn ze op de homepage geweest, ga je zeggen van joh, ik heb nu dit en dit product voor je. En zijn ze op een bepaald productsite geweest, dan ga je zeggen van joh, nu, als je nu koopt, dan krijg je zoveel % korting. Dat zijn dus eigenlijk mechanismen waardoor je probeert iemand uiteindelijk te converteren. Daar kun je dus heel erg mee spelen. Hier zie je het hele plaatje eigenlijk uitgelegd van remarketing vanuit Google. Dat is eigenlijk wat ik net vertelde. En wat we nu, wat er ook is als mogelijkheid dan, om zeg maar de hele boel te faciliteren. Want vroeger, dus praat ik nog over een jaar of 5, 6 geleden. Als ze dan een andere banner wilden laten zien aan de consument. Dan moest dat gewoon fysiek gemaakt worden. En dan moest een reclamebureau, die moest weer... vaak de standaard bannerveruitingen, IAB, het meest gebruikt zijn 5, 6 formaten. Moest hij die weer gaan maken. Kostte heel veel geld. Heel inefficiënt. Kost ook heel veel tijd, want ze moeten het weer inplannen. Bla, bla, bla. En dat wordt tegenwoordig ook allemaal natuurlijk met technologie opgelost. Ja, dus dat eventjes kort. Je ziet hier een bepaalde call to action. Buy now. Daarin kun je heel veel testen. Je kan ook zeggen van joh, vraag meer info. Je kan de kleur veranderen. Er wordt heel veel mee getest, ook op websites, om te kijken van joh, wat zet mensen eerder aan tot. Weet je? En een fractie van 0,5% verschil kan al een heleboel geld betekenen voor grote partijen. Dus die zijn er echt best wel heel intensief mee bezig. Hetzelfde geldt voor het inladen van plaatjes. Welk plaatje werkt beter voor het verkopen van een product? Ja, los van hè, als het een specifiek product is wat je op een website hebt bekeken, je laat het terugkomen, allah. Maar je kan het ook vanuit een heel ander perspectief zien, dat je een bepaalde doelgroep probeert te bereiken. En die blijf je bereiken omdat je die cookies hebt en je gaat ze zeg maar door een funnel duwen met eerst deze boodschap en dan boodschap B. Dan kan je dat helemaal automatiseren door tegelijk te kijken, joh, als ik dit plaatje erin schiet, hoe wordt er dan gereageerd? Hey, en deze boodschap, en wat nou als ik het zo vertaal? Dus dan kan je eindeloos in variëren en dat kan je helemaal, zeg maar, van tevoren kan je al die scenario's in het systeem zetten. En dan gaat hij er zelf mee aan de slag op basis van wat de machine leert, gaat hij dat ding samenstellen. En wat het meest rendeert, dat laat hij dan het meeste zien. Dus de machine die leert dan heel snel. Juist, dat was een mooie product demo. Dus ja, zo dynamisch is het nu eigenlijk. Dat is echt maar de fase waarin we nu zitten. Alle inventory wordt gewoon aangeboden, er wordt op geboden via systemen, slimme systemen, snel lerende systemen op basis van algoritmes. Ook met creatie kun je daar heel snel op zaken inspelen. Zonder nog dat er heel veel mensen aan te pas komen. Tenminste, de mensen die er nu aan te pas komen, die zijn er nog steeds, maar die zitten dus veel meer in de hoek van data mining. Van joh, wat kunnen we leren van alle data die we ter beschikking hebben? Hoe kunnen we daar het verschil maken? En die zitten eigenlijk ook in heel veel technologische zaken. En dit blijft wel een, ik stipte het eerder al heel even aan, dit blijft bij ad exchanges wel een beetje een dingetje. Dat je goed in de gaten houdt dat er niet ergens iemand loopt te versteren. Dat je op verkeerde sites terechtkomt, want dat is merkafbreuk. En ik zweer het je, als klanten dat eens inkrijgen, dan krijgen we nog wel eens een heel boos telefoontje.
Dus dat, dat moet je altijd voorkomen. Dus eigenlijk het gedeelte inkoop en het, wat er allemaal bij komt kijken en de waardebepaling. Display advertising. Zijn hier vragen over of... Niet echt, hè? Volgende week spreek ik dat jullie zelf actiever mogen. Want dan gaan we echt kijken naar het planningsproces. Van hoe komt het, hoe maken we een plan voor de inzet van display advertising? Dus dan is het ook leuk om daar zelf over na te denken. Dus dat staat voor volgende week programma.